We zijn hier in de bibliotheek van Meppel. En ik heb hier Chantal Reuvers heb ik hier tegenover me zitten. Chantal werkt hier in de bibliotheek. Wat voor werk doe je hier in de bibliotheek? Ik ben jeugdspecialist en ik hou me voornamelijk bezig met de kinderen van 4 tot 12 jaar. Vandaag is natuurlijk een hele bijzondere dag, want de kinderboekenweek begint. Wat gaat de bibliotheek eigenlijk vandaag en misschien ook nog later allemaal doen? Ja, in combinatie met de kinderboekenweek. Nou, we beginnen vanmiddag met het versieren van cupcakes. En we hebben een raadselroute en die is helemaal door de bibliotheek uitgezet. Iets over die cupcakes. Wat zijn nou precies cupcakes? Dat zijn cakejes. Die zitten in een papieren vormpje. En die gaan ze dus versieren. Oké, en wel naar aanleiding van de kinderboekenweek natuurlijk. Hè? Dus naar aanleiding van ons thema. En wat is het thema? Het thema is Hallo Wereld. En dat heeft te maken met het ontmoeten van culturen. En de bedoeling is dat de kinderen een vlag gaan ontwerpen. Of iets wat met een land te maken heeft. Bijvoorbeeld een tulp voor Nederland of een molen. Maar dat mogen ze helemaal zelf bedenken. Oké, en dan was er ook nog die route. Kun je nog iets meer vertellen over die route? Is dat door de hele bibliotheek? Of zou je nog iets meer over kunnen vertellen? Ja, het zijn 10 vragen, 10 posters. Die hebben we door de hele bibliotheek opgehangen. Ze beginnen voorin en ze lopen helemaal achterlangs en dan weer terug naar voren. En dat zijn heel verschillende vragen. Het zijn doelopdrachten, het zijn echt vragen. Heeft met taal ook wel wat te maken. Dus het is van alles wat. Prima. En dan heb ik ook gehoord dat er ook nog iets met kraskaarten was. Klopt dat? Dat klopt. We hebben ook tijdens de kinderboekenweek een kraskaartenactie. Elk kind wat leent, dat kan een kraskaart krijgen. En bij 2 vakjes of meer gelijk, dan krijgen ze een prijsje. En als ze nog geen lid zijn van de bibliotheek en ze worden lid, dan krijgen ze 10 kraskaarten. Dat is eigenlijk altijd prijs. Nou ja, bijna. Oké. Nou, ik wens je een hele goede kinderboekenweek toe. Dankjewel, gaat vast lukken. Uitgenodigd voor de ballonnenwedstrijd. Oké, maar ja, het is natuurlijk wel zo. Deze ballonnenwedstrijd is natuurlijk wel naar aanleiding van iets. Naar aanleiding van? Nou, er is een opening gedaan voor nieuwe balies. Dus lijkt me erg leuk. Ja, ja, maar ook denk ik van de kinderboekenweek, of niet? Ook, ja. En je gaat straks die ballonnen oplaten? Ja. En wat hoop je natuurlijk? Nou, ik ga natuurlijk winnen, dat hoop ik dan. Okay. Zeg, ik wens je erg veel succes. Ja, dank u wel. Oké, en straks dan gaan we al deze ballonnen natuurlijk de lucht in doen. Hè? En wat hoop jij? Dat er mij het verst komt. Dat die van jou het verst komt, tuurlijk. Maar waarschijnlijk ook, er is ook nog een andere aanleiding denk ik, of niet? Maar heeft dat ook niets met de kinderboekenweek uit te staan? Ja. De kinderboekenweek is deze week begonnen. Ja. Nou zeg, ik hoop dat die van jou heel ver komt. En een leuke middag. Dankjewel. Het is gewoon, wij gaan 2 feestjes vieren vandaag. En daarom zijn al deze ballonnen en daarom zijn al deze mensen er. En daarom is ook mevrouw Jansen hier. Gaan we naar buiten en ik heb voor haar ook een prachtige ballon. En dan kijken we, dan laten we de ballonnen op. En Mirjam Jansen zegt dan 1, 2, 3. En dan gaan we kijken daarna waar de ballon heen gaat. En wie het verste gaat, die krijgt een prijs. Dus, mag ik nou de stapel boeken, het pasje? En doe het maar eens even voor. Want de bibliotheek krijgt self-service. Weten jullie wat dat is? Dat betekent dat er niet meer een mevrouw achter die balie hoeft te staan. Maar dat jullie straks die boeken zelf kunnen lenen en dan hier kunnen vertellen van dit boek ga ik lenen. En dan wordt dat op het scherm gezet en dan kun je dat helemaal zelf doen. Zie je dat? Staat hij. Lieve kleine Rolf. Zie je dat? En de beste Brechtje Boentjes. En nou heb ik ze geleend. Wilt u een bon? Ja, natuurlijk wil ik een bon. Nou, filmen. Ha! Dat is geen kluis. Dat lijkt het wel. Dat lijkt het wel. Op de kruk kan je toch.
Jij heet? Martin. Zeg Martin, ik zie dat jij iets moois hebt gemaakt. Ja. Dat is een cakeje. En wat moet het precies voorstellen? Een soort van vlag zelf gemaakt. Een zelfgemaakte vlag. Hoe heet jij? Ja. Ja, wat ga je maken? Ik zie dat jij een konijntje hebt. Klopt, hè? En ga je dat konijntje op het cakeje doen? Het gaat gewoon vanzelf. Vandaag is het lente, hoera, hoera. De winter is weer voorbij. Dat vinden wij alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Wat heb ik zoiets Eén. Boek, dat is Engels. En ketap is Turks. En Elibro, dat is...